Op school zitten is het saai, dus hier kunnen we lekker aan de slag. Ja, groep 7 van basisschool De Notenbalk in Harmelen is vandaag hard aan het werk. Er worden bomen geplant vanwege boomfeestdag. Dat is aanpoten. Je moet met de schep echt in de grond helemaal duwen om die grond eruit te krijgen. Maar de modder is best hard, dus dat is best wel moeilijk. Het is heel zwaar om te graven. Ja, je moet er wat voor over hebben. 40 bomen worden er geplant. En die zijn meer dan welkom. Nu staan er namelijk te weinig bomen in de gemeente Woerden. In het verleden heeft Woerden op heel wat plekken bomen geplant bovenop kabels en leidingen. Dat gaat niet meer, maar dan kan je ze ook niet terugplanten. Maar wat we wel proberen is, daar waar wel ruimte is, het wel te doen. Om te zorgen dat Woerden gewoon groen is. Precies wat we willen met een boomfeestdag. Ja, echt feestelijk is het niet, want de regen komt met bakken uit de lucht. Maar alles beter dan op school zitten. Het is natuurlijk wel wat leuker dan gewoon op school zitten en rekenen en zo. En ja, je doet het ook niet elke dag en zo. En niet iedereen doet het ook. Beetje recht zetten. Als de bomen staan, mogen de kinderen hun naam erop schrijven. Vanaf nu is dit hun boom. Als ik dan later groot ben en dan zeg ik van, kijk, hier staat mijn boom. En dat je dan zo denkt van, nou ja, kijk, dit heb ik geplant. Dus dat hoort wel echt zo'n beetje bij mij.